Jitse heeft met Koningsdag geld verdiend door mensen kaarsen te laten gooien naar een plaat van Johan Derksen. En dan verwacht ik eigenlijk een diehard Johan Derksen fan, maar dat blijkt iets anders te zitten. Dit is hem dan, denk ik, hè, Jitse? Ja, dit is het veelbesproken kunstwerk. Ik zal hem even omdraaien. Ja. Dus hier hebben we met Koningsdag meegestaan, of Koningsnacht. Ja. Hier op de hoek. Juist. Hoe ben je in godsnaam op dit idee gekomen? Nou, het was precies een jaar geleden op Koningsnacht dat de Johan Derksen deze uitspraak deed op VI. Ja. En toen dacht ik, daar moet ik wat mee. Okay. En eigenlijk, ik vond dat daar te weinig maatschappelijke ophef over was geweest. Oh, ja, te weinig, ja? Ja, echt te weinig. De beste man, die werd overal gecanceld en is allerlei radioprogramma's verloren. Ja, en een paar weken later was hij weer op tv. Oké. En dat zint jou niet als ik dit zo hoor? Ik dacht, het is een mooi moment, Koningsnacht, om dat even ter sprake te brengen. Ik las vorige week ook nog in de krant dat 1 op de 3 vrouwen in Utrecht, ja, die wordt aangerand. Ja. En 1 op de 10 wordt zelfs verkracht. Okay. Dus ja, dat vind ik een perfect moment om dit even te kaart te stellen op Koningsnacht. Juist, dus dit heb je eigenlijk een jaar geleden bedacht? Ja, zeker. Juist. Ja. En heb je dit zelf gefotoshopt? Of? Nee, dat is een vriend van me geweest. We dachten, we doen het op Koningsnacht, dan is het ietsje minder kinderen. Oh ja. Maar goed, op een of andere manier werd het wel een enorme trekpleister onder kinderen af en toe. Ja. Maar met goedkeurende ouders gelukkig die erbij stonden te kijken. Hoeveel heb je ermee verdiend? Ja, het heeft me €300 opgeleverd. Het heeft me ook ongeveer €300 gekost. We hadden hier een lijn op de grond. Ja. Daar moesten mensen achter gooien. Maar daar mochten ze ook overheen. Dat noemden wij grensoverschrijdend gedrag. Maar we zeiden, daar heeft Johan geen moeite mee. Dat kan. Er is overal over nagedacht. Ja, er is overal over nagedacht. Ja, ja. Ga ik gooien? Dat mag, zeker. Dat was onderhands, dat was de beste techniek. Oké. Maar het is niet makkelijk. Dat, nee. Dat klopt. Oh. Nee. Ja. Gaan we nog eens in? Ah, oh. Godverdomme. Heb jij nog een boodschap voor meneer Derksen? Want het zit diep, geloof ik. Diep wil ik niet zeggen. Maar... Het zit hartstikke diep. Oké, we gaan opnieuw proberen. Het zit diep. Ik heb een boodschap voor meneer Derksen. Nou, niet eens eigenlijk zeer meneer Derksen zelf, maar de hele situatie eromheen. Hij bracht het zelf niet zozeer als een grap. Het was meer dat de groep die eromheen zat en hoe het vervolgens werd opgenomen als één grote grap werd ervaren. Wat het volgens mij niet was. Oké. Nou ja, goed. Dat statement is duidelijk bij deze. Dankjewel.